De plug-in hybride van de BMW 3-serie wordt in de tweede helft van 2019 verwacht. Met 21% minder CO2-uitstoot per kilometer heeft hij zich aanzienlijk verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Van een volledig elektrische versie van de BMW 3-serie is nog niets bekend. Via de BMW 3-serie nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.